Na de wedstrijd Drill Burns Boys hebben we Boy Peters hier. Boy, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, zuur. Zo dichtbij. Ja, dat hij toch op het einde bij een goal tegenkrijgt. Dat is jammer. Merk je zelf dat er grote spanning in deze wedstrijd staat? Bij mezelf wel. Ik denk bij anderen wel. Dan het gaat eerst wel vrij moeizaam. Zie je dat Beuningen wat beter omgaat met de moeilijke omstandigheden. Komt er wel knap terug in de wedstrijd, zeker na rust. En dan ruik je aan de overwinning. Dan gaat het toch nog mis. Hoe schat jij dat als verdediger in? Misschien zakken wij het gret terug. Dat Beuningen de mogelijkheid geeft om het bal bij de goal in de buurt te krijgen. Voel je dat ook op je afkomen als verdediger zijn, dat het wat hakkelijk wordt op het eind van de wedstrijd? Ja, vooral bij die bal die voorlangs ging, op het einde. Ja, dat is meer dan overleven. Dan krijg je een penalty tegen, dat is extra zuur. Je was daar dichtbij betrokken, was je terecht die penalty? Ja, ik kan hem geven. Ik ga gewoon zo naar de bal toe. Ik kon eigenlijk niet veel, maar ik had pech dat ik hem dan met de elleboog kreeg. Een lekker moment voor jezelf, net voor rust. Een hoge bal in de 16. Waarbij iedereen denkt van, die keeper pakt die bal, maar dan komt er een keer Boy Peters voor de dag. Ja, ik dacht, ik wurm mijn hoofd er maar voor. Ik zag het zelf niet hoe de keeper wat hij daar deed, maar ik vond het zelf geen overtreding. Dus. Nou, scheidsboorde dat ook zo en die was er heel blij mee. En je ging eigenlijk een hele aparte kant op om het doelpunt te vieren. Leg eens even uit voor jezelf. Nou, ik had mijn vriendin beloofd maar een kus te geven als ik zou scoren. Dus dat deed ik dan ook maar. Die belofte heb je inderdaad nagekomen. Boy, je staat nu een paar weken weer binnen de lijnen. Je hebt een aantal weken pauze moeten houden omdat je geblesseerd was. Wat had je blessure en ben je er helemaal van hersteld? Ik had een ontstoken pees in mijn rechterknie. Ik heb er nog wel een beetje last van, maar ik kan er nou wel gewoon mee voetballen. Dat is een mooi overhaast voor de laatste weken. Heel veel succes met deze spannende periode en hopelijk zijn we dan snel veilig in deze derde klas. Ik hoop het ook. Dus ik denk wat meer rust. Ja. Dankjewel.